zelfs 40 jaar later blijft de muziek van Sarrazani betoverend. En bij al die Bedouinen die er samen zitten genen. Ja, een muziekfeestje met heel veel, laten we zeggen, oudere jongeren, om die kreet maar meteen te gebruiken. Dit is niet Sarrazani uit de jaren 60, 70, dit is later. Je hebt wel actuele beelden. Ja, dat is wat regelen wij natuurlijk. Ja, wanneer was dit? Dit was 4, 5 en 6 september op Texel. Oké, grote reunie. Ja, dat was een grote reunie van al die oude hippies. Ik bedoel, dat waren weer mensen van tussen de 50 en de 70, zeg maar die tijd hebben meegemaakt, 60 jaren, 70 jaren. En die allemaal weer afkwamen op die holy ground, noem ik het maar. Sarrazani, die oude boerenschuur waar het in de hippie jaren allemaal gebeurde. Ja, hij staat hier op de foto, hè? Ja, mooi hè. Geweldig. Ja. Het is, dat is de schuur. Dat is ook de letters. Het is trouwens ontworpen door iemand uit Enschede. Fred Brinkhorst was de man die eigenlijk Sarrazani begon, samen met Armand André de Laporte. En Fred, dat was het creatieve brein, die heeft de AKI in Enschede gedaan. En die heeft in feite dat hele creatieve spul opgepakt en die heeft die letters ontworpen. En er was een vriend van hem was erbij betrokken, Ger Marsman. Die heeft dat logo weer ontworpen. En dan om even te vertellen hoe klein die wereld is. Ik was op Tesla en ik kwam die Ger Marsman tegen. En die Ger Marsman die zegt tegen mij van, goh, jij bent Jan Blij van het boek? Ik zei, ja, ben Jan Blij van het boek. Waar kom je dan vandaan, zeg je tegen mij. Ik zeg, ik kom uit Zwartsluis. Oh, zeg je, Zwartsluis, ken je dan ene meneer Tijink? Ja, meneer Tijink. En dat was de predikant die altijd naast ons woonde. Die nu maar die kwam er ook. Zo klein is dat wereldje. Jan, laten we even bij het begin beginnen. Sarrazani, een boerenschuur op Texel. Ja. Hoe kan het nou dat een boerenschuur op Texel het middelpunt wordt van die periode, zeg maar, uit onze geschiedenis van de muziek, van de nederbeat? Ja, ik denk altijd maar, want het is ooit begonnen in San Francisco, daar aan de West Coast in Amerika. Dat is als stuifmeel de oceaan overgekomen. De flower power. En dat is als eerste, dat is neergedaald op Texel in die boerenschuur. En dat waren toevallig twee personen die het in feite de eerste jaren gedaan hebben. Fred Brinkhorst en Armand André de Laporte, die hebben dat opgezet. En ze hadden de tijd mee. Ik bedoel, je had de Vietnamdemonstraties, je had de opkomst van de jongerencultuur. Je had het afzetten tegen de jaren 50. Je had de studentenrevolte in Parijs. En je had natuurlijk die opkomst van de Beatles, de Stones. En daarachteraan de nederbeat, Q65, de Outsiders, de Golden Earring, de Motions, Labrock. En dat kwam allemaal samen op Texel. En Texel, dat was een magmakamer van zon, zee, vrijheid. Jongens en meiden die op vakantie gingen daar, die los waren van hun ouders en die nieuwe tijd in zich opzogen en dachten van Sarrazani, oude meuk, het was gewoon een verzameling van oude stoelen, banken, krapools, kerkbanken en weet ik het allemaal wat. Dat werd er allemaal in geflikkerd. Het was één grote bende daar in het begin. En daar gingen ze naartoe. Want ja. In de Koog werd het ook geprobeerd in diezelfde tijd, 1966. Daar werd een heldere tent werd daar neergezet. Alles met vis, de coniferen. Ja. Daar kwam Jan Akkerman met de Hunters destijds spelen. En er kwam geen kop. Want de jongeren van toen die wilden geen nette schuur. Die wilden gewoon weg kunnen duiken in oude banken. Ja. Hun ding doen. En daarmee was het waarschijnlijk ook zo dat ook de artiesten uit die tijd, die wilden daar neem ik aan dan ook gewoon staan. Eigenlijk moesten de artiesten in Nederland die moesten gespeeld hebben in Sarrazani. Ik ken de namen van artiesten die daar wel voor niks wilden spelen. Want als je daar gespeeld had, dan had je het in feite in Nederland gemaakt. Maar, alle grote bands uit Nederland zijn daar gespeeld. Is dit nou net zoiets als Oerol? Want op Oerol, dat is ook zo'n eiland. Nou, en dan heb je daar festival. En al die mensen die gaan daar gedurende een week, gaan ze helemaal op in die omgeving. Ja. En de omgeving die zorgt voor het theater, zorgt voor de spanning. Is dat net zoiets nou, als dit? Je hebt gelijk. We hadden het daar dus straks al over. Op het moment dat je op de boot stapt naar Texel, ontstaat al dat gevoel van ik ben helemaal los van de wereld. Je gaat een ander universum binnen. Dat is bij Oerol en de andere eilanden is dat denk ik net zo. Wat Texel destijds speciaal maakte, is dat er geen jongerencultuur was. Dat het allemaal in opkomst was, dat het gevormd moest worden. Toerisme bestond bijna nog niet. Ja, ik ging toevallig met mijn ouders naar Texel, met mijn oom en tante. Maar mijn buurjongens en zo, die zaten jaloers te kijken. Terwijl ik in zo'n oude Volkswagenbus naar Texel ging met mijn ouders. Ja. Want die gingen allemaal niet. En ja, Texel was natuurlijk toch speciaal omdat je los van de wereld was. Ja. En omdat je in die tijd leefde en het nieuwe daar van binnenuit helemaal proefde. Maar hoe ging dat dan? Want ik denk dat ik ook voor Silke spreek. Wij zijn allemaal nog net even iets jonger. We hebben dat helemaal niet meegekregen. Flower Power kennen wij alleen maar uit oude beelden van geschiedenis horen zeggen. Ja. Maar wat trof je daar aan dan?
Ja, dat waren de jongeren uit die tijd. En die voelden zich toch wel geroepen om zich af te zetten tegen het ouderlijk gezag. Tegen maatschappelijke structuren. Het voelde als een nieuwe tijd. Het was het begin in feite van de individualisering. Nou, die heeft nu wel zijn hoogtepunt bereikt. Iedereen zit tegenwoordig heel individueel met zijn apparaatjes op van alles en nog wat te reageren. Dat was toen nog niet zo. Maar er was al wel het gevoel van wij kunnen de wereld op onze eigen manier vormgeven. We gaan het anders doen. Ja. Je had de seksuele revolutie. De pil die kwam in het ziekenfondspakket in 71 of 72. Dus de mensen gingen experimenteren. De jongeren gingen het zelf bepalen. Misschien kunnen we het ophangen aan een voorbeeld van een dame die ook in jouw boek uitgebreid wordt beschreven. Die ook als puber daar geweest is. En ja. Nu ook weer terug is gekomen. Hè, ook op de poster. Carmen Sars. Ja, dat is een poster die daar aan de muur hangt. Dat is Carmen Sars. Zij is zangeres-songwriter. Doet ook wel andere dingen in het theater. Zingt, heeft gezongen in het achtergrondkoortjes van Willeke Alberti bijvoorbeeld. Zij was in 73, was zij een jaar of 17, en zij trok met een band uit Doetinchem, uit het Oosten. Dat is niet Tukkers, hè? Dat is gewoon Achterhoek. Achterhoek, kom, ik kijk wel op mijn lading. Zij ging met Threshold, ging zij naar Texel toe, want zij was de vriendin van Paul Kemper. En Threshold, dat was de band van Betje Hering, van Dick Kemper, Paul Kemper en Jan Maurik. En Bert Hering en Dick Kemper, dat is later Vandenberg geworden. Die hadden met Burning Heart een dikke vette wereldhit. Die trokken de hele wereld over. Paul Kemper die is jarenlang de gitarist van Normaal geweest. En die jongens die zijn op Texel hebben ze in feite het spelen geleerd. Die zijn daar 6 weken geweest. Die waren daar het voorprogramma van grote acts. Maar ze moesten daar ook avonden zelf spelen. Ja. Zij was daarbij. Zij was erbij. Ze sliep bij de jongens in die tent daar, in de schuur. Zij maakte dat toen mee. Waarom wil ze dan dat nu ook weer meemaken? Want ze is weer teruggegaan blijkbaar. Ze komt uit de zee weer terug naar het eiland. Ja, weer meemaken. Dit zijn foto's die is gemaakt door... daar kom ik zo maar weer even op. Maakt niet uit. Ik kwam het toevallig wel tegen toen Threshold weer begon met spelen vorig jaar. In de buurt van Doetinchem, dat heb ik meegemaakt, dat concert, daar kwam ik haar tegen. En toen hoorde ik dat zij de vriendin was geweest van Paul Kemper. En Paul Kemper, dat was natuurlijk de link met Sarasani. Toen heb ik haar benaderd en gezegd van, goh, weet je wat, puppedepuppedepup. En toen heeft zij een brief geschreven voor het boek, waarin zij terugblikt op haar periode met Threshold. En toen zei ik tegen haar van, moet je luisteren, ik heb eigenlijk wel behoefte aan een foto ook, bij dat verhaal van jou. En toen heeft ze een aantal foto's opgestuurd en toen zag ik deze. Nou ja, die past precies in dat gevoel van die jaren. Ja. Zij komt uit de zee, het is een nimf, het is een prachtig mooie vrouw om te zien. En al die hippies daar op Texel, die keken naar de poster en al die klappen, die gingen van... Oh. Laten we nog even heel kort door Jan, want je bent aardig antwoord. We hebben ook nog het verhaal over een kunstenaar hier uit Enschede. Ja, je hebt ook... Rudy Klomp. Rudy Klomp, die was, dat is een beeldend kunstenaar uit Enschede. Die was in de begin jaren 67, 68, 69 was hij de uitsmijter. Maar ze noemden hem ook wel mediator. Het was een psychologische uitsmijter. Hij moest ervoor zorgen dat wanneer er heibel ontstond, dan moest hij dat in feite voorkomen. En die heeft daar 3 jaar heeft hij daar gewerkt en die heeft ook... prachtige verhalen verteld. Die jongen die heeft nog zoveel in zijn hoofd zitten. Het is nog zo aanwezig, zeg maar. En Diana Kok was het trouwens. Die heeft de foto gemaakt. Oké. Is wat ik vertel. En hij is prominent in het boek aanwezig. Ik heb hem uitgebreid gesproken. En hij kon heel veel vertellen over hoe het allemaal in elkaar stak in de jaren daar zo. Oké. Op Texel in Sarasani. Laatste vraag. Het is een heel dik boek. Wie moet dat nou gaan lezen? Ja, ik denk alle mensen die een beetje feeling hebben met, die een beetje van cultuurgeschiedenis willen weten. Want het is natuurlijk toch een belangrijke periode uit de Nederlandse beatgeschiedenis. En ik denk al die mensen die geproefd hebben aan de hippietijd, het flauwe power gebeuren. Het is een lees- en bladerboek, een kijkboek geworden, heel mooi vormgegeven door Edwin Boering op Texel. Die heeft dat prima gedaan. Het ziet er heel retro uit. Het is tegelijkertijd heel modern. En alle oude hippies en alle mensen die nu denken, die jong zijn, die denken van verrek, had ik dat maar meegemaakt. Hoe kom ik daar nu nog achter? Dan moet je dit boek kopen. Ik ga het zeker lezen, want ik vind het wel leuk, die hippietijd. Ja.